titelrace is beslist, vroeger ook aan de kijkers thuis. Maar liefst 91% zegt het is allemaal wel gedaan. Laten we eens horen wat Arne Slot, de trainer van Feyenoord, erover zegt. Nee, absoluut niet. Want wij moeten bijvoorbeeld nog tegen Go Ahead. En die hebben vandaag, zijn ze ook in staat geweest om Ajax 2 punten afhandig te maken. Voor ons nog geen enkele reden, ook als je de rest van vandaag in acht neemt, om er ook maar enigszins makkelijk over te denken. Hij durft het woord nog niet in de mond te nemen. Nee, maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Weet je. Dat is ook flauw van journalisten. Dat zijn afschuwelijke mensen die vraag stellen. Als trainer ga je natuurlijk nooit zeggen van we zijn nu kampioen. Maar ze zijn gewoon kampioen. Ik bedoel, ik had al mensen in de fonteinen vandaag verwacht. Geweldig gedaan. Ze gaan ook met een enorme voorsprong kampioen worden. Wat ook zo knap is dat je Ajax en PSV en AZ, maar vooral natuurlijk Ajax en PSV, achter je houdt. Bedoel, zij zijn dit seizoen alleen maar beter geworden. Dus we hebben vaak over dus de hand van Slot. Dan kan je van PSV en Ajax natuurlijk helemaal niet zeggen. Hij kwam met een totaal nieuw vreemde legioen binnen. Wij hadden ook allemaal geen idee van wat gaat er met de elftal gebeuren. Dat kan ook zomaar een vierde plaats worden met al die spelers waarvan je het idee had dat ze bij elkaar geraapt waren. Dat was natuurlijk niet zo. Er zat een gedachte achter, maar toch, we kennen sommigen niet. En het is alleen maar beter geworden. Vanaf januari, echt vanaf januari, februari, kon je aanzien komen dat ze kampioen zouden worden. De rest is zo wisselvallig. Zij zijn zo ongelooflijk vast in hun wedstrijden. En precies wat je zegt, Rafael. Je weet gewoon ook vandaag weer, ze hebben 2 keer mazzel vlak voor de rust. Maar dan denk je, van, dan gaan ze in de tweede helft gaan ze het recht zetten. En dat gebeurt ook moeiteloos. Nou, het beste dus team wordt gewoon kampioen dit jaar. En hun zijn gewoon het hele seizoen een team. En dat is gewoon natuurlijk een heel groot compliment voor die trainer, uiteraard. Maar ook de spelers, weet je. Ik bedoel, die moeten het uiteindelijk doen. En ze leveren en zeker, ze blijven geloven. En ze gaan altijd voor de winst. En daarom heb ik geen moeite mee, omdat, weet je, het staat 2-2 ook tegen PSV volgens mij. En ze blijven toch doorgaan. Ja. In plaats van gelijkspel was ook goed. En toch blijven wat ze vooral heel mooi is bij Feyenoord is dat ze zoveel wedstrijden achter elkaar hebben gespeeld. Maar elke wedstrijd, de energie die ze elke wedstrijd leveren en de intensiteit waarmee ze spelen, dat is wel echt heel knap. En het is grappig, want als je alle spelers naast elkaar neerlegt, van neem dan Ajax, denk je van, wil je iemand ruilen als Ajax zijnde? Kom je misschien op 2 of 3, maar niet heel veel. En toch word je zo duidelijk kampioen. Ze hebben toch, wat je zegt, het beste team uiteindelijk, toch? Dus dan kan je misschien wel betere spelers hebben bij Ajax of bij PSV. Maar als jij een hechte team bent, dan kan je van iedereen winnen. Ja, maar wordt heel vaak er gezegd, als je individueel betere spelers hebt, dan trek je aan het langste eind. Ja, maar Feyenoord bewijst het tegendeel. Ja, maar daarom zeg ik, die trainen, dat is echt het kampioenschap van Slot. Ja, standbeeld voor Slot, heb jij vaak gezegd. Dus ze kunnen beginnen met kleien nu, hè? Ja.